zaterdag in april 2021, in coronatijd dus. Dan kan je ervoor kiezen om even naar de stad te gaan om een kopje koffie te halen. Sta je wel in de rij, misschien een half uurtje. Ik heb er vandaag voor gekozen om naar de Grote Markt te gaan, want daar is een protest aan de gang vanuit de yoga-studio's. Want die zijn al een jaar dicht. En nee, het is geen les, want dat mag niet, maar het is een protest. Ik doe normaal gesproken niet aan yoga, dus we hebben een slaapzak meegenomen. Nou, dat lukt denk ik ook wel. Als yoga-groentje ben ik enorm aan het afkijken wat mensen hier aan het doen zijn. Maar volgens mij is naast het matje redelijk essentieel dat de schoenen uit moeten. Nou, oké. Ik doe niet mijn sokken uit hoor. Gaan weer. Ja. Als organisator, kan je mij een spoedcursus geven qua yoga-standjes? Yoga-standjes? Of zeg ik het nou alweer helemaal verkeerd? Posities, ja, houdingen? Die versie heb je ook met yoga-standjes. Dat wordt wel de Kama Sutra genoemd. Ja. Nee, maar daar zijn we niet voor. Dus yoga-standjes. Je ziet inderdaad, als jij dat ziet, dan denk je aan verschillende houdingen. Wat doen we eigenlijk allemaal? En wat we nu doen is echt heerlijk, want dat mag dus bijna een jaar niet. Terwijl yoga draagt zo bij aan alles wat ze maken heeft met gezondheid. Dus nou ja, al die arme corona-computerruggetjes nu. Dus mensen hebben ook fysiek heel erg behoefte aan beweging, maar ook mentaal. Dus het is eigenlijk wrang dat het niet kan. Nee. Nou, ik weet nou niet meer of dit de zonnegroet was, of op je handen en dan omhoog kijken de zonnegroet, of met je knie en je been en je... Ik weet het niet meer, maar het is wel heel zen. We leven dus in die zin in een natuurlijk in een ongezonde situatie en er gebeurt veel dingen, ook wel onbewust wellicht, en daardoor draagt yoga ook heel erg bij. Het gaat juist over bewustzijn en bewustwording en contact maken met jezelf, waardoor je ook weer gezondere keuzes kan maken en meer in verbinding bent met jezelf. Hoe is het nou om op de Grote Markt te gaan staan yoga? Nou ja, als je na de yoga zin hebt in patat en poffertjes, dan kan het. En dat is ook wel een beetje gekscherend, dat je wel heel makkelijk zeg maar eerder allerlei ongezonde keuzes kan maken. En inderdaad, dus op plekken waar je gewoon bezig bent met je gezondheid, dat is dicht. En nu, je mag wel naar allerlei fastfoodketens en dat is ook heel fijn voor hen. Maar dus het is inderdaad dan een mooi contrast. Dus dat is yoga ook, hè? Balans en yin en yang. Ik dacht dus dat yoga altijd een beetje zitten, rekken, strekken was. Maar ik denk toch dat ik morgen spierpijn heb. Oh, stil.